Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Profile. Onze gast vandaag Ruben van Zwieten, dominee en koopman. En zowel door de Volkskrant als NRC Handelsblad getipt als een van de invloedrijkste mensen van Nederland. Ruben, leuk dat je er bent. Welkom. Een dominee, dan denk ik automatisch aan een man met een roeping. Ben jij dat ook? Ik ben zeker een man met een roeping, ja. En wat is dat? Ik denk stiekem iedereen die rondloopt. Dat is... ik vind de grote slogan van Europa, alle mensen weer een broeder, wat een 100% bijbelse uitdrukking is. Dat is er eentje die mij op het lijf is geschreven. Hmm. Ja, hij heeft een beetje een rare connotatie gekregen, hè, die spreuk. Maar bijbelse spreuk. Hartstikke bijbelse spreuk. En ik weet niet goed waar je op wijst. Behalve dat misschien feministen kunnen zeggen, en waar zijn dan de zusters? En dan zeg ik, alle mensen weer een broeder, inclusief de zwesten. Maar sinds dat Macron president is geworden van Frankrijk en met de 9e symfonie van Beethoven op kwam lopen. En er nu toch ook hele mooie reflecties zijn in Europa, waarin zegt, ja, het gaat toch wel heel erg veel over vrijheid en gelijkheid. Maar is er nog iemand die het over broederschap heeft? Hmm. Ja, en dat is jouw roeping om die boodschap een beetje in de mensen's hoofd te krijgen? Zeker. En het is mij misschien gegeven om juist ook te bewegen daar waar geld en invloed samenkomt. En juist ook in de economische hoek juist dit verhaal te mogen doorvertellen. Ja, want je hebt zingevingscentra, hè, in Rotterdam en in Amsterdam op de Zuidas. Ja, dat is eigenlijk een plek waar het kapitalisme aanbeden wordt, zou je kunnen zeggen. Is er nou veel behoefte aan wat meer spirituele praat? Ja, absoluut. Kijk, neem de Zuidas, omdat de Zuidas het mooiste symbool is in Nederland. Het is natuurlijk heel erg on-Nederlands opgezet. Ja. Het is alles behalve organisch gegroeid. Ook een lelijke naam natuurlijk. De as aan de zuidkant. Nou, probeer dat maar eens in het Engels te vertalen. Lelijke plek ook eigenlijk. Ieder cirkel ontbreekt. Dus alles is recht toe, recht aan. En in dat bestemmingsplan zijn ze niet eens op het idee gekomen om iets van ziel mee te nemen, zoals we dat noemen, iets van sociaal, cultureel, maatschappelijke bestemming. Mm-hmm. Dus dat heeft dus ja, het private midden zelf moeten doen. En dat heb ik dus met een stichting gedaan. Eerst Zingeving Zuidas en later dus echt een fysieke plek gehuurd in de Vignoli-toren van een Duitse belegger die natuurlijk echt dacht van het zal mij een worst wezen of daar een stichting zit of iets anders. Dus dit is de huurprijs en voor iedere euro meer iemand anders. Ja. En daar hebben we dus twee verdiepingen gehuurd in de Vignoli-toren, dus waar ook Google zijn hoofdkantoor houdt hier in de Benelux. En dat heet De Nieuwe Poort. Ja. En wat gebeurt daar? Dat is een restaurant, gekopieerd naar 15 van Jamie Oliver. Het is een ontmoetingsplek, dus met een debatpodium, met zalen waar oude verhalen worden gelezen. Van bijbelverhalen tot en met reflectie op de House of Cards, bij wijze van spreken. Het is een plek waar kunst wordt geëxposeerd van veel bedrijven die dat in de kelders hebben liggen. Maar waar we ook daklozen bijvoorbeeld hun kunst laten exposeren. Het is een huis waar we op zoek gaan naar maatschappelijke oplossingen. Dus wij zijn niet de balie die zegt, nou, dit is een thema, zo kun je voor zijn en zo kun je tegen zijn. Kies dan heden uw standpunt en alles bleef zoals het was. Ja. Wij gaan echt naar Chatham House Rules. Dus dat het niet is toe te schrijven wie wat heeft gezegd. En ik durf te beweren dat, ook op mijn eigen titel, ik mensen bij elkaar kan brengen in de kamer die elkaar anders nooit zouden treffen. En dan in zo'n bibliotheek, bij kaarslicht, tijdens een diner passant, hebben wij het over hoe bijvoorbeeld de technologie straks de mens kan overnemen. Of hoe de arbeidsmarkt anders ingericht moet worden voor de nieuwkomers die we hebben gekregen in Nederland. En dan is het wel heel fijn als mensen echt vrijheid kunnen uitspreken vanuit hun persoonlijke betrokkenheid. Het beste willen voor de samenleving. Ja, nou kom ik nog wel eens op de Zuidas en dan valt het mij op dat eigenlijk iedereen altijd haast heeft. Terwijl je, als je aanmonstert op een plek als die van jou, moet je juist rust en tijd hebben. Is het niet heel moeilijk om daar goede mensen bij elkaar te krijgen? Ja, absoluut. Je hebt gelijk, want de Zuidas heeft nu ongeveer 60.000 mensen die daar werken. Laten we eerlijk zijn, er werken heel veel mensen
die gewoon daar aankomen en weer weggaan. Niet zelden komen ze uit een compound van het Gooi bijvoorbeeld. Komen daar met hun auto de Q-Park inrijden en stijgen op in de lift en nemen ook weer diezelfde lift naar beneden. En als het wat mooier weer is, dan zie je ze over straat lopen met het gezicht niet opgeheven, maar starend naar de zwarte punten van hun schoenen. En het is moeilijk om bij deze mensen de taal van de verbeelding aan te brengen. Maar ik denk, en ik durf ook niet te beweren dat die mensen massaal op zoek gaan naar reflectie tijdens hun werkuren. Maar we hebben wel een signaalfunctie. Doordat we zo fysiek aanwezig zijn met spreuken op logic will bring you from A to B, but imagination will bring you from A to everywhere. En de Zuidasser die dat wel ziet, staat meteen met zijn iPhone daar een fotootje van te maken. Of we hebben ook altijd het gedicht van de week. En dan die gaat niet zelden over liefde. En dan denk je toch wel eens, nou, deze linker hersenhelft maakt nu even een fotootje van dat gedicht om zijn vrouw toch ook weer iets zinnigs misschien vanavond te zeggen. Dus en het is, we worden gezien als een hele fijne plek met altijd live muziek van studenten van het conservatorium. Ze staan bekend als de hotellobbybar. Dus men weet, in die woestijn is dit toch wel een hele mooie oase om daar even op adem te komen, om te vertragen. Ja, en ik kan me nog voorstellen dat sommige mensen bang zijn om binnen te stappen, omdat ze denken van ja, dan moet ik daar bekeerd weer uitkomen. Is dat inderdaad ook een onderdeel van het plan? Dat is altijd onderdeel van het plan. Nee, dat is echt, dat is een heel failliet concept. En dat is ook een buitengewoon onbijbels idee eigenlijk. Om de simpele reden dat de indeling en de overgang van ongelovig naar gelovig in de traditie, in de pure traditie, helemaal niet voorkomt. Even terug naar alle mensen weer een broeder. Dat gaat dus over hoe kunnen we ervoor zorgen dat we als broeders en zusters in shalom, in vrede samenleven. Dat gaat dus niet over alle mensen weer een christen of alle mensen weer een gelovig. Dus die hele bekeringsdrang is eigenlijk de Bijbel vreemd. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het een buitengewoon humanistische beweging is. En als predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland met een bijzondere opdracht, ga ik ook helemaal voor dit verhaal. Dus ik denk dat we ook in een mooi tijdperk leven van secularisatie. Je ziet juist op de Zuidas best wel rechtsconservatieve, VVD-achtige types die dat inderdaad ook denken. Maar ja, als de CEO van DSM en van Philips zo'n plek belangrijk vinden en tussen de middag een preek in de lunchbreak houden, waar natuurlijk niks gelovigs aan zit, maar wat wel een overdenking is over business en over samenleving en over toekomst, dan denken ze, misschien toch wel een goede plek. Ja. En er wordt gewoon heel graag lekker gegeten en er wordt ook hard gebold. Dus. Want even over die politiek. Ik heb me laten vertellen dat je goed bevriend bent met Jesse Klaver, hè, de man van GroenLinks. Deel je ook zijn gedachten goed als het op politiek aankomt? Zeker, ik ga daar een heel eind in mee. Probeer zelf als predikant zo lang mogelijk politiek kleurloos te blijven. En als het om partijen gaat, dan voel ik me al langere tijd dakloos. Ik heb in ieder geval vrij weinig met de C in de politiek, met Christus op het vaandel, iets doen. Dat lijkt me buitengewoon onhandig. Maar ik geloof wel dat we een verantwoordelijkheid moeten nemen voor mensen die niet meekomen en die niet in gelijke mate hebben kunnen profiteren in de afgelopen decennia van die enorme welvaartsgroei. Mm-hmm. Waar vroeger Ford natuurlijk heel veel mensen liet meegenieten met als het goed ging in de automotive. Zo is het nu denk ik niet zo op het moment dat er een app wordt verkocht dat daar meerdere mensen nu van meegenieten. Dat zijn toch echt maar een few. En dus de middenklasse, en het is denk ik ook wel een verhaal, meneer, buiten Nederland. Want laten we wel zijn, we leven in Nederland, in het Wassenaar van de wereld. Dus buiten Nederland vind ik het gevoel voor ontwikkelingssamenwerking en voor een verplichting naar mensen die niet mee kunnen komen ontzettend belangrijk. En daarin hebben we nog wel het een en ander recht te trekken om die middenklasse die bijvoorbeeld naar Trump is gegaan de kans te geven om niet, ja, om een eigen toekomst te maken zonder dat ze het gevoel hebben van het duurt nog maar even of ik schiet gewoon helemaal naar beneden. Want we moeten heel hard werken om op hetzelfde niveau te blijven. Ja. De white working class.
Nu was je als puber zelf ook wel gefascineerd door het geld. Hè? Want als iemand aan jou vroeg destijds wat je wilde worden, zei je fiscalist. Geen idee wat het precies was, maar je wist wel dat je er goed geld mee kon verdienen. In hoeverre is dat nog steeds belangrijk voor je? Ik zei dat in mijn puberteit. Dat ging eraan vooraf dat ik daarvoor had gezegd dat ik dominee wilde worden. Maar als je in je puberteit zit, dan vind je geld verdienen een stuk belangrijker dan dominee worden, omdat dominee toch redelijk een koe is. ik had een neef, wat oudere neef, en die kwam aanrijden en het ging hem duidelijk goed. En toen dacht ik, ik weet niet wat het precies inhoudt, maar ik denk dat ik dat ook wil. En ik denk dat ik ook inderdaad van beide wel heb gehouden, met het grote bewustzijn dat geld altijd een middel is. Dus het is voor mij geen einddoel en al helemaal niet om dat op zichzelf, zeg maar, te vermeerderen zonder doelstelling. Mm. Maar ik ben er wel van om ruim te leven. En ik vind ook niet dat het een taboe moet zijn, zoals kunstenaars wel eens doen, van mij maakt het helemaal niks uit. En dan wordt het dus heel erg interessant, hoeveel is genoeg? En ik doe ook heel graag mee aan die filosofische vraag, hoeveel is genoeg? Mm. En probeer het wel altijd zo te gebruiken om niet in een overmaat te komen van verkwisting. Maar ik zou toch ook niet gierig willen leven. Hmm. We gaan eventjes terug naar het moment dat je koos voor je studie, theologie. Je was eigenlijk voor die tijd nauwelijks in een kerk geweest, hè? Dan is dat best wel een typische keuze, zou je denken. Wat heeft je daartoe doen besluiten? Voor mij was het heel erg belangrijk om de begrafenis van mijn grootouders achter elkaar mee te maken. Dan kun je dus heel erg zien, zo conservatief is Nederland nog bij rouwen, trouwen. Zeker in rechtsconservatieve kringen wordt dan nog wel voor de kerk gekozen, want dat hoort erbij, want zo deed opa en oma het ook nog. En in mijn geval was het dus ook dat we dus kort achter elkaar 4 keer in de kerk kwamen. En in ieder geval 1 keer ging het niet zozeer over het leven na dit leven, waar ik ook weinig mee heb als hierna nogmaals. Maar wel met een relatie die ophoudt te bestaan en hoezeer dan ook iets van jezelf sterft. En daarmee kreeg ik een fascinatie voor die kerk en heb ik dus op mijn 7e genoemd dat ik dominee wilde worden. Maar zoals ik net vertelde, in de puberteit toch heel even gezegd dat ik iets anders leuker vond. En dan word je 18 en dan helpt die oudere broer in die splitsing tussen koopman en dominee toch ook mee te sturen. En ik denk dat ik ook niet theologie was gaan studeren als hij mij niet ook had laten zien dat als je doctorandus in de theologie bent, dat het ook nog goed met je kan komen doordat je iets anders kan gaan doen, dat je bent veroordeeld tot predikant. Maar dat, misschien kennen we deze mensen nog, de oprichter van uitgeverij Balans of de CEO van Rabobank was Bert Heemskerk, was een theoloog en die was een klein profieltje van. En toen dacht ik, weet je, hou het open. En zo heb ik eigenlijk schakend, zonder een enorm businessplan, een businessplan te maken, ben ik zo, toen ik 24 was en ik had mijn eigen studentenbedrijf, toen dacht ik, weet je wat, ik kan het seminarium er beter nu bij doen. Dat is de beroepsopleiding. Want weet je, je studeert geneeskunde, doe dan ook even koosschappen erachteraan. Als je er toch mee bezig geweest, ja. Ja, en het Hebreeuws zit er nu nog in. En om dan straks weer als een soort midlife crisis figuur op je 45 weer helemaal dat Hebreeuws te moeten oppakken en zo. Als je het roer wil omgooien. Ik kan dat beter nu doen. Maar ja, dat was de tijd van de BlackBerry. En ik had dus mijn recruitmentbureau al. Ja. En ik vond het niveau op het seminarium dramatisch laag. Het literaire benadering van de Bijbel was totaal afwezig. En ik denk ook dat het inhoudelijk failliet is van zowel de Protestantse kerk als van de Katholieke kerk. Ik had maar 1 fascinatie tijdens mijn seminarium. En ik was gewoon goed terechtgekomen waar ik stage was gaan lopen. Bij dominee van Nieuwpoort, dokter van Nieuwpoort, die toen in Amsterdam Oud-Zuid in de Thomaskerk predikant was, nu in jouw Bloemendaal. Ja. En die zei, we moeten terug naar dat verhaal. We moeten niet vragen mensen geloven, maar met welk verhaal leef je? Wat is het mensbeeld wat je je kinderen wil meegeven? In den beginnen, wat betekent in den beginnen? Toen en toen en toen? Of betekent dat, wat is jouw beginsel? Ja, ja. Dat is natuurlijk circulair.
Dus in de economie kunnen we de overgang maken van lineair naar circulair. Maar in de theologie, met dank aan Thijs van den Brink en zijn hele familie, blijven wij zitten in een soort lineair idee van zo is de wereld geschapen. En in Openbaringen zal het ooit wel met de apocalyps zo met ons aflopen. Ja, het is weinig verbeeldingskracht. Er zit weinig ondernemerschap in. Ja, nou ja, dat maakt je toch wel een beetje een uitzondering in de gelovige kringen, zal ik maar even zeggen. Ook in je studententijd was je wel een beetje uitzondering, want je deed niet alleen theologie, maar op een gegeven moment ook rechten. En je was prominent lid van het studentenkoor in Leiden. Ja, hoe anders was jij? Nou, ik kon volgens mij gewoon goed bewegen tussen twee werelden. En ik moest voor mezelf gewoon zorgen dat dat niet te paradoxaal werd of schizofrenisch. Dus ik kon heel goed omschakelen. Dus ik kan me echt nog goed herinneren van het eerste jaar. Dat je tot diep in de nacht en dan even slapen. En dan was het gewoon van, ja, weet je, ik wil wel gewoon op tijd zijn. Dus het waren extremen, want ook bij die theologie, dat koor heeft natuurlijk altijd een imago van iets extreems. Maar ik vond op de theologieopleiding zat ik met allemaal kinderen van predikanten, allemaal. En die kwamen uit Papendrecht en die kwamen uit van de Veluwe, waar dan op een gegeven moment, ja, Leiden was dan maar op zich goed te bereizen. Of dan kwamen ze uit Boskopen, bij wijze van spreken. En het was gewoon rechtstreeks naar die kansel toe. En er was maar één manier. En dat waren gewoon mensen die niet in de wereld stonden. Hmm. En dat, dus ik vond dat ook extreem, zou ik maar zeggen. Dus nadat ik zo'n nacht had gehad, dan stond ik bij de koffieautomaat en vroeg ze, wat betekent de profeet Jeremia voor jou? Ik zei, profeet? Terwijl nu, echt aan het einde van de maand, studeer ik in het Hebreeuws weer terug in bijvoorbeeld de profetenboeken. Mm-hmm. En dan denk ik weer van, jongens, jullie hebben van de profeten lineaire voorspellers gemaakt. Maar de profeten vandaag de dag, dat zijn die criticasters. Dat is Shaila Sitalsing op pagina 2 van de Volkskrant. Dat is Bas Heijnen. Dat is een goede cabaretier. Niet Joep van het Hek, maar iemand die laat zien. Nee, maar die zich tot de maatschappij en tot ontwikkelingen verhoudt, waarvan je kan zeggen, ja, is dit nou de weg naar vrede? Mwah. Nou, we blijven even bij die Volkskrant, je noemt het nu toch. Want daarin las ik dat je een van de invloedrijkste Nederlanders aan het worden bent. NRC zei bijna 10 jaar geleden al dat je de invloedrijkste Nederlander van de komende 10 jaar zou worden. Dat is dus bijna voorbij, die periode. Is dat nog een beetje gelukt? Ja, weet je, ik heb dat toen niet zelf bedacht en ik zal dat ook nu niet zelf beoordelen. En het, voor mij is het alles behalve een doel op zichzelf, zou ik maar zeggen. Want invloed hebben is één ding, maar invloed hebben ten bate van wat eigenlijk? Dat is voor mij de grote vraag. Ja. Snap je? Ik ken heel veel mensen die invloed hebben op een manier waarvan ik denk, ja, dan maar toch liever geen invloed. Een van de dingen die je doet is een positie bekleden in de Goede Doelenorganisatie van Frits Goldschmeding. Een van de rijkste Nederlanders, in ieder geval volgens mij de rijkste Nederlands inwoner is het. Volgens jouw blad wel, ja. Volgens ons blad. Is dat nou een tendens? Zie je vaker dat vermogende Nederlanders zich meer inspannen om goed te doen, dat niet meer aan de overheid en de fiscus over te laten, maar het in eigen hand te nemen? Ja. Volgens mij niet alleen in Nederland, maar wereldwijd komt natuurlijk een soort Anglo-Saxische beweging op ons toe. Van families die met family offices dat vermogen hebben opgebouwd, die ook door de crisis heen toch die groei hebben kunnen laten zien. En daar begint toch een Amerikaans model een besef te komen. Wij willen dat teruggeven aan onze universiteit. Dus je kijkt naar de universiteiten in Nederland, die hebben lang niet die relatie met hun alumni zoals Amerikanen dat hebben, waar natuurlijk de bibliotheek is gesponsord. En als je niet oppast, ook de wc-bril laat zien wie daar allemaal wel niet aan heeft bijgedragen. Statussymbool ook, hè? Ja, en dat is dus meteen, je zegt het al, de keerzijde ervan. En een andere belangrijke keerzijde ervan is dat op het moment dat Family Foundations natuurlijk met elkaar gaan bepalen wat goed is voor die samenleving, dan onttrekt zich dat aan de democratische controle. Ja. Dus ik kijk heel graag series, omdat je daar alle Bijbelse thema's in kan terugvinden.
Bijvoorbeeld in The Wire, die natuurlijk al wat ouder is, met nog piepers en zo. In The Wire is een fantastische ondertoon door al die reeksen in. Want het gaat over die drugsjeugd in Baltimore. Ja. En daar is onderhuids een fantastische kritiek op Bill en Melinda Gates. Op hun foundation, in de manier waarop zij eigenlijk een mal hebben gemaakt voor het onderwijs. Waarin heel duidelijk de makers van die serie willen laten weten. Ja, daar help je dus eigenlijk die problematische jeugd helemaal niet mee. Dat is geen persoonlijke aandacht, dat is niet het geven van liefde. Dat is gewoon weer, je moet rekenen leren, je moet dat leren. Maar ik wil maar zeggen, dus dat is wel iets om voor te waken, wat als foundation is. Aan de andere kant is het iets positiefs. Omdat je zou kunnen zeggen, het bedrijfsleven doet het toch ook niet helemaal. De klimaatverandering, we kunnen wel kijken naar de Dutch Sustainable Growth Coalition. Maar moeizaam. De politiek is ook verlamd. Dus het zou ook niet gek zijn als natuurlijk ondernemers zich kwaad gaan maken. En ik denk dat meneer Goldsmeding een fantastisch voorbeeld heeft gesteld in Nederland. Dat heb ik in een dialoog in het Financiële Dagblad eigenlijk gepresenteerd en naar buiten gebracht. Ja, dat was natuurlijk het begin ook van iets wat de familie Brenningmeijer en de familie Van Vliet met Adessim al deden. Maar ja, iets om waakzaam over te zijn. En tegelijk zou het heel goed positief kunnen uitpakken. Ja, ja, ja. En dan wordt er nog best wel cynisch over gedaan. Hè? Van, hij begint er nogal laat mee. Het is nogal weinig wat hij weggeeft als je het vergelijkt met zijn kapitaal. Ja, hoe bestrijd je dat cynisme? Ja, dat hou je altijd. Als je nu ziet hoe Joop van den Ende met zijn foundation onder vuur ligt. Nou, vind ik de onderzoeksjournalistiek van Argos en van de Groene Amsterdammer. Geen stennenschopperij. Dus ik denk dat je dat, al die punten, daar moet je dus maar ook weer waakzaam voor zijn. In het geval van meneer Goldsmeding is algemeen bekend dat de jaarverslagen van 1974, 1978 hadden al teksten. Dat is niet zeg maar, kijk maar eens even op pagina 166 onderaan. Nee, dat waren drie A4'tjes waarin heel duidelijk stond: wij zijn een onderneming in den maatschappij en wij dienen ten alle tijde ons er bewust van te zijn dat wij met meerdere partijen om ons heen functioneren in die maatschappij. Er is geen andere functie dan simultaan de belangen te behartigen van al deze partijen. Ik weet nog dat ik hem ontmoette en ik dat dus mee als huiswerk mee naar huis kreeg. En inmiddels zat ik op die Zuidas met dat hele gouden hoer over maatschappelijk verantwoord ondernemen en corporate citizenship. Weet je wel, aan het einde van de gang hebben we nog één FTE. Ja, die doet ook iets goed. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, als je dat vanaf 74 ver avant la lettre, zeg maar, tot je hoofdzaak maakt, dan is dat wel interessant. Ja, nou, we gaan het vaker zien. Wellicht ook met jou in bestuursfuncties. Sluit het allemaal niet uit, gezien ook de publicatie in de krant. Leuk dat je er was. De tijd zit er alweer op. Wilt u meer interviews zien? Surf dan naar 7digits.tv.